Welkom allemaal bij de laatste aflevering van Lebo TV van dit jaar. We zijn hier bij elkaar aan het eind van de wedstrijd ASV Lebo tegen Tijgers Roermond. Jildirimgroep voor ASV Lebo, teleurstellende uitslag van 2-4. Dus laat ik beginnen met de assistent trainer Gijperam Dani van Tijgers Roermond te feliciteren daarmee. Ja. Gefeliciteerd met deze overwinning. Dank je wel. Naast hem zit assistentcoach Ryan. En hier rechts van mij onze eigen coach Kelvin Blankendal. Maar ik begin natuurlijk met een vraag aan Shaib. Ja, lange reis vanuit Roermond hier naartoe. Dan heb je natuurlijk alle tijd om de tactiek met spelers door te nemen. Wat voor opdracht hebben jullie nu meegegeven aan je team? Voor deze wedstrijd, gelet op de hele nipte overwinning die jullie daar in het verre Roermond hebben behaald? Ja, dat was eigenlijk maar één opdracht en dat is gewoon winnen. We zijn hier niet voor niks gekomen en we wilden gewoon winnen. En ja, die jongens hebben het gewoon super goed opgepakt. Iedereen heeft er keihard voor gestreden. En we hebben het doel bereikt wat we moesten halen. Ja, nogmaals gefeliciteerd daarmee. En als ik vanuit Lebo kijk naar de wedstrijd van vorige week, toen had het team eigenlijk een totale off-day. En mijn vraag aan jou, Kelvin, is van ben je na deze wedstrijd, ondanks dat negatieve resultaat, ben je wat positiever gestemd? Of hoe staat het daarmee? Ietsje dan, omdat ook nu weer staan we met lege handen. En ook nu weer zijn we gewoon niet tevreden over ons eigen spel. En dan, ja, dit keer zowel in balbezit en bij balverlies. Dus ja, ontevreden. Dus nog steeds ontevreden. Er is ruimte voor verbetering. Dat is altijd goed. Altijd goed. Ja, we gingen de rust in. Denk ik, mijn indruk was dat het een redelijk gelijk opgaande strijd was. Dus dan vraag je af van ja, wat hebben de trainers gedaan in de rust? Dus Shaib, hebben jullie nog hele speciale dingen meegegeven aan jullie team in de rust? Ja, hele speciale dingen niet. We hebben de jongens extra opgepept. Die jongens hebben elkaar opgepept. En ja, je zag aan iedereen gewoon 100% vastberadenheid dat we niet zonder punten hier weggingen. En dat hebben ze ook perfect uitgevoerd. Ik denk dat we heel veel kansen hebben gecreëerd. Heel veel kansen hebben gehad. Dus gezien de uitslag denk ik dat ja, Lebo deze keer mag tevreden zijn. Want het kon best een paar doelpunten meer zijn. Dus ja, de jongens hebben het gewoon perfect gedaan. Alle lof richting hun natuurlijk. Ja, ik zag een aantal enorm scherpe counters. En die kreeg Lebo inderdaad om de oren. Kelvin, eigenlijk dezelfde vraag aan jou. Hoe was het in de rust in de kleedkamer en wat heb je onze jongens meegegeven? Ja, het was eerst wat scherper. Dus dan geven we aan dat als elke keer iemand anders de fout maakt in verdedigend opzicht, dan kom je niet in de wedstrijd. Dus daar hebben we het met elkaar over gehad. Maar tegelijkertijd zeiden we ook, we hebben vaker in de rust de puntjes op de i gezet, waardoor we de wedstrijd naar ons toe trokken. Dus dat was wel het verwachtingspatroon en ja, dat is hem gewoon niet geworden. Ja, ik denk dat ik het met je eens moet zijn. Het viel mij zelf op dat je zo met nog 12 minuten ongeveer te gaan, met Valdi bijvoorbeeld en met Saber, dat je echt de jeugd inbracht. Had je daar nog hele speciale bedoelingen mee? Nee, dat kwam gewoon omdat niet iedereen even fit meer was. En dan kijk je gewoon naar rechts en dan denk je van, weet je wat, we gaan die jongens een kans geven om het weer te proberen. De vorige keer pakte dat goed uit en vandaag jammer genoeg niet goed genoeg. Maar voor hun ervaring, ja, die kunnen ze meenemen. Ja, het is inderdaad altijd goed om jongens eraan te laten ruiken. En het is ook wel goed om te zien dat er zo langzamerhand een aantal op het punt van doorbreken staan. Ben je dat met me eens? Ben ik eens, inderdaad. Alleen, ja, doorbreken. Ja, hoe interpreteer je dat dan? Er staan is wel iets heel anders, maar ze zijn onderweg. Langzaam wennen aan het niveau, zeggen we dan. Ja, ja, ik denk, je zei het net al, Shaib. Verdiende overwinning. Met mooie counters. Ik wilde eigenlijk een vraag aan de assistentcoach, aan Ryan, stellen. Ryan, wat vond jij van de wedstrijd?
Mooi. Mooi. Niet alleen mooi, vond je er nog iets meer van? Is helemaal niet erg. Je bent zo onder de indruk van de mooie wedstrijd dat je er maar stil bij bent. Ja. Als we op dit moment, hè, dus natuurlijk zo rond de kerst ga je altijd nadenken. Het is een mooi moment om ook terug te kijken. Dus de goede vraag is eigenlijk aan allebei de trainers, maar ik begin met jou, Shaib. Je zit halverwege, we hebben zelfs al de eerste terugwedstrijd gehad. En volgens mij, maar ik ben niet helemaal op de hoogte van de statistieken, is Tijgers Roermond een van de hele weinige teams de laatste jaren die 6 punten van ons heeft gepakt. Dus dat is ook wel een bijzondere prestatie. Maar goed, jullie, daar staat iemand heel blij, dat is mooi. Jullie staan halverwege. Jullie staan nu 2 punten boven ons. Wellicht nog een kleine kans op de play-offs. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, wij bekijken eigenlijk gewoon van wedstrijd tot wedstrijd. En iedere week is de boodschap hetzelfde. We proberen 3 punten te halen. We laten ons niet verrassen. We zijn natuurlijk van plan veel meer punten te blijven. In het linker rijtje te blijven. En dan zien we wel. Ja. Oké, dankjewel. Hoe kijk je terug op de eerste seizoenshelft? Op de eerste seizoenshelft hebben we het best wel goed gedaan op een paar wedstrijdjes na. Maar goed, dat kan elk team gebeuren. In onze ogen hadden we iets meer punten kunnen pakken, moeten pakken. Maar goed, dat is geen probleem. Ze hebben het goed gemaakt door 2 keer van Lebo te winnen. Dus dat zit goed, dat komt wel goed. Oké, Kelvin, ook aan jou dezelfde vraag. Ik weet van jou dat je ieder jaar ook rond deze tijd zegt van we zitten halverwege. Tijd om de balans op te maken. Dus aan jou eigenlijk ook de vraag van hoe kijk je terug op de eerste seizoenshelft? En wat zijn jouw verwachtingen of plannen? Eerder plannen, misschien is het beter om daar naar te vragen, voor de tweede seizoenshelft. Nou ja, we hebben volgens mij de eerste seizoenshelft thuis 3 gewonnen, 2 verloren, 1 gelijk. En uit 2 verloren, 2 gewonnen, 1 gelijk uit mijn hoofd. En we hebben dat een beetje bekeken. En dan zie je gewoon dat er heel veel van dit soort wedstrijden tussen zaten. En dat is niet labelwaardig. En dat baart ons zorgen, dus daar moeten we echt mee aan de slag. Maar wij weten gewoon, als wij dit recht kunnen trekken, dan kunnen we veel meer eruit halen. Want echt, als je terugkijkt naar die wedstrijd, de Marlène hier thuis, dan mis je bijna een derde helft. Dat zie je steeds terug, dat we te laat wakker worden. Dat is wat ik verwacht, waar we ons op moeten gaan richten. Dat we gewoon stabieler en niet zo wisselvallig zijn. Soms is het zelf een verschil tussen de eerste en de tweede helft. Wat nog niet goed genoeg is. En natuurlijk, we hebben verjongd. Maar toch, ja, je wil altijd meer. Meer. Dus vooral het belangrijkste is stabieler proberen te worden. In alle opzichten. Oké, dit was wat mij betreft de laatste af... Of tenminste, dit waren de laatste vragen. En inderdaad ook de laatste aflevering van Lebo TV van dit jaar. Rest mij eigenlijk alleen nog maar... Om Tijgers Roermond nogmaals te feliciteren met deze overwinning. Ook een goede verre terugreis naar Roermond. Maar ik weet ook uit ervaring dat die lange terugreizen wat makkelijker zijn als je 3 punten in je zak hebt. Dus wat dat betreft een goede reis terug. En ook namens mezelf en namens alle spelers, trainers, de staf en het bestuur van ASV Lebo. Iedereen ook vast hele fijne feestdagen en een prachtig 2019 gewenst. Dank jullie wel allemaal.